De Visserijdagen-uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harlingen. In de vierde Visserijdagen special staat vandaag de Harlinger Haven centraal. Harlingen Seaport, zoals de enige zeehaven van Friesland tegenwoordig heet. Directeur Murk de Jong heeft de commerciële leiding en havenmeester Frits Grijpstra zorgt ervoor dat alle schepen gastvrij worden ontvangen in de Harlinger havens. 2,6 miljoen ton goederen werden vorig jaar door zee- en binnenschepen overgeslagen in Harlingen Seaport. Via de binnenscheepvaart kwam in 2008 1,5 miljoen ton naar Harlingen. Aan containers werd bijna 14.000 teu verladen. Een teu is de eenheid van een 20-voets container. Kortom, de haven van Harlingen is een heel bijzondere economische ader voor Harlingen en eigenlijk voor heel Friesland. Nou, Harlingen Seaport, dat is zeg maar de naam voor de haven van Harlingen. En we hebben met opzet gekozen voor de Engelse naam, omdat wij toch ook flink wat internationale aspiraties hebben. De haven. Hoe belangrijk is die voor Harlingen? Nou, die haven is belangrijk. Ik zeg altijd heel belangrijk. Er werken 1750 mensen hier in de haven. Nou, dat is voor een stad met ruim 15.000 inwoners natuurlijk gigantisch. En het bepaalt ook wel, vind ik, in een belangenmate hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Ik bedoel, als je aan Harlingen denkt, dan denk je aan de haven. En het is de enige havenstad van Friesland. Dus echt heel belangrijk. Hoe belangrijk is de visserij voor de haven? Die is heel belangrijk. Ik denk de visserij, ik wil niet zeggen cruciaal, maar het is een heel belangrijk aandeel in Harlingenhaven. En zeker nu dus de beide veilingen zijn samengegaan, hebben we nu te maken met één. Dat is de visveiling Urk. Nou, dat is binnen Nederland natuurlijk een zeer toonaangevende partner. En ook Harlingen ligt heel strategisch ten opzichte van Urk en de aanvoer en het aanlanden van vis. En ik sluit er ook niet uit dat er goede mogelijkheden zijn dat de hoeveelheid vis die hier in Harlingen aan land wordt gebracht in de toekomst zal toenemen. Wat moet Harlingen daarvoor doen? Daar moet Harlingen zich voor inzetten en faciliteren. Met een heel goed uitgekiend havenbeheer, het beperken van allerlei administratieve romslomp en het beperken van kosten, maar vooral ook het aanspreken van andere vissers die hier op dit moment nog niet komen. De industriehaven. Een jaar of 5 geleden werd gezegd, die is met een jaar vol. Dat is helaas tegengevallen. Ja, dat is tegengevallen. We hebben dat overigens het afgelopen jaar hebben we dat ook gezegd. Het is een termijn van nog een jaar of 2, 3, dan is hij ook vol. Maar als je kijkt naar de opening van de haven, dat was in 2002. En je kijkt naar nu het jaar 2009 en je ziet dat er inmiddels 25, 26 hectare van in gebruik is genomen. Dat is meer dan de helft. En dat de andere helft aardig op stoom ligt. Nou, dan valt het, vind ik, genoeg mee. Ah, dat horen we natuurlijk al zoveel jaren, dat het op stoom ligt. Maar er zijn ook tegenvallers geweest, laten we eerlijk zijn. Ja, ups en downs. We hebben natuurlijk kort geleden het verhaal gehad rondom SMST dat niet doorging. Dat was natuurlijk een hele teleurstelling voor Harlingen. We hebben wat dat betreft een aantal andere teleurstellingen gehad. Maar er zijn op dit moment ook weer een aantal nieuwe initiatieven in ontplooiing en ontwikkeling. En daar heb ik echt wel heel veel vertrouwen in. Vertel. Ik ga niet in op individuele initiatieven. Wat ik wel zeg is dat wij met name op het gebied van de logistiekontwikkelingen wel een aantal leuke partijen bij elkaar verzameld hebben. Het gebied aan de kade, daar komt een maritiem logistiek centrum Friesland. Dat is volop in ontwikkeling. Wat houdt dat in? Nou, wat dat inhoudt, het is op zich een, wij noemen dat een logistiek centrum waarin feitelijk het op- en overslag gebeuren aan de nieuwe kade, zeg maar, geregeld wordt. Met andere woorden, containers, stukgoed en andere spulletjes die kunnen daar opgeslagen worden. Die kunnen daar met het schip meegegeven worden en omgekeerd richting het binnenvervoer met vrachtauto of per binnenschip. Er staan hier twee van die mooie blauwe kranen. Ik kan er niet omheen. Elke Harlinger kijkt ernaar.
die werken nog steeds? Ja, ze zijn in optima vorm, om het zo maar te zeggen. Er wordt vrij veel mee gewerkt momenteel. Regelmatig het schip, of tenminste het schip wat in aanboy is, daar wordt de kraan voor gebruikt. En natuurlijk regelmatig voor stukgoed. Wat is het mooiste wat je met Harlingerhaven zou kunnen bereiken? Het allermooiste zou zijn dat wij zeg maar over een aantal jaren het startsein kunnen geven voor een volgende uitbreiding. En waarom? Omdat wij denken dat die haven zich moeten ontwikkelen omdat het reuring geeft. Het past hier in Harlingen. Het geeft veel werkgelegenheid. En ik zeg ook altijd, zeevaart, het is een heel duurzaam iets. En daar kunnen we nog heel wat jaartjes van profiteren. Maar dan moet er ook een tweede havenmond komen, heb ik begrepen. Ja, sowieso. Hè, als je kijkt naar kruisen van beroepsvaart en toerisme, de veerboten. Denk ik dat is echt iets wat we sowieso moeten doen. Dan moet eigenlijk niet wachten. Hoe belangrijk is zo'n tweede havenmond voor de nautische kant van de haven? Nou, in die zin dat je dan de verkeersstromen die je zou willen, ook zou willen scheiden, ook inderdaad kunt scheiden. En dan hebben we het met name over de recreatief toeristische kant en de professie en de zeevaart. Maar ook kotters en eventueel veerboten. Daar kun je dan een hele goede oplossing voor maken. Dan hoeft dat niet allemaal meer door dezelfde nauwe flessenhals. Wanneer ligt die nieuwe haven er? Niet voor 2020. De Visserijdagen-uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harlingen.